Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel aan de rapporteur ook voor het mondeling verslag. Wat ligt hier op tafel vandaag? De begroting en dan zeer specifiek de provisie die inbegrepen is in de begroting om een aantal kosten voor corona te betalen. Dat gaat over intrinsiek eenmalige kosten die nodig zijn om snel steun te kunnen bieden. In de initiële begroting was daarvoor al 907 miljoen voorzien. Wat wisten wij toen al? Wat wist eigenlijk iedereen toen al dat dat niet genoeg ging zijn? We wisten allemaal dat die tweede golf, dat het daarmee niet zou eindigen. En dat een aantal kosten die eraan zaten te komen eigenlijk al perfect voorzienbaar waren, maar dat die niet inbegrepen waren in de begroting. Dus dat wisten wij. Het punt waar wij vandaag op gekomen zijn, is dus een punt dat al enige tijd aangekondigd was. Waarom zitten wij dus hier vandaag? Is één, omdat toen niet wat extra marge is ingerekend, maar twee, omdat er eigenlijk iets structureel fout zit met die begroting. De paars-groene regering heeft beslist om marges die traditioneel gebruikt worden, wat geldt dat er traditioneel wat aan de kant wordt gezet, om dat al te gaan uitdelen aan de verschillende ministers, om de vrede af te kopen binnen die paars-groene coalitie, om die provisies interdepartementaal ook al te gaan bestemmen. Terwijl dat eigenlijk geld is dat daarvoor normaal gezien niet gebruikt wordt. Dat is geld dat normaal gebruikt wordt om in tijden van nood te kunnen bijpompen. SWAT, dat is een strategie die door paars-groen niet gevolgd wordt. Wat betekent dat wij van de hak op de tak begrotingsdebatten hebben waar constant geld moet worden bijgepompt. En waar het eigenlijk ook wel bijzonder moeilijk wordt, zeker voor de mensen die geen absolute begrotingsexperten zijn, om te kunnen volgen wat er nu precies allemaal met dat geld gebeurt. Daar komen regelmatige debriefings van de vorige minister Klarenveld, trouwens ook van de staatssecretaris voor begroting, de huidige staatssecretaris, mevrouw De Bleker, bedankt ook voor die debriefings. Dus die transparantie wordt wel, of die poging daartoe wordt wel serieus ondernomen om die transparantie te bieden. Maar het is zeer moeilijk om het overzicht te behouden, precies omdat geen gebruik gemaakt wordt van de geëigende methodes om een begroting te gaan opstellen en te gaan controleren dan ook. We hebben daarover ruim gedebatteerd in de commissie. Er zijn veel vragen over gesteld, er zijn ook heel wat antwoorden gekomen. En ik denk eigenlijk in alle eerlijkheid dat wij namens de oppositie redelijk mild zijn geweest in de commissie. Redelijk mild dat wij ook de regering terwille zijn geweest. Het beste bewijs is geleverd dat wij hier vandaag zitten. En dat wij hier vandaag bereid hebben getoond om vandaag al in de plenaire te stemmen over deze begrotingsaanpassing, terwijl de discussie in de commissie pas dinsdag heeft plaatsgevonden en is afgerond. Een voordeel van die methode is dat wij onze goede collega Benoît Piet-Buff hier wat extra aan het woord kunnen horen in deze commissie, omdat er is zelfs geen schriftelijk verslag van dit debat, dus we moeten het stellen met een mondeling verslag. Het voordeel daarvan is dat we Benoît kunnen horen. Dat is altijd een plezier. Dat is altijd een plezier om Benoît aan meneer Piet-Buff in actie te zien. Het nadeel van deze methode is, het is toch belangrijk dat benadrukt wordt, dat dat eigenlijk niet netjes is. We praten hier over begrotingsaanpassingen die van toepassing hebben en die gevolgen hebben op heel wat beleidsdomeinen. Dus het zou goed zijn als alle collega's in het parlement ook de kans hebben om die debatten grondig na te lezen, om te zien wat er precies besproken is. Ik geef maar een voorbeeld. We gaan hier stemmen voor extra budget voor een corona-voucherbank. Dat is een voorstel dat eerst gelanceerd werd door Anneleen Van Bos-Zuid, collega, ook opgepikt is door staatssecretaris van Begroting, mevrouw De Bleker. Ja, dat debat dat wij hier hebben, is eigenlijk daar, zou daar ook nog een extra plaats kunnen verdienen. We gaan hier stemmen over vele miljoenen extra voor de NNBS om maatregelen te nemen in corona. De laatste dagen is gebleken dat er heel wat werk op de plank ligt binnen de NNBS om zich wat deftiger te gaan organiseren. Ze hadden in het verleden een reservatiesysteem kunnen uitdenken, maar blijkbaar was het interessanter om 110 miljoen euro gratis tickets uit te delen. Dat zijn debatten die we dus nu hebben in de commissie begroting, waarvan het eigenlijk beter zou zijn als ook de collega's in de commissie mobiliteit, bijvoorbeeld Thomas Roggeman, die daar zeer actief rond is geweest, dat zij dat ook kunnen doen. Dus wat wij hier doen vandaag is, en ik denk dat dat echt moet benadrukt worden, is niet normaal. Waarom doen wij dat toch? Drie redenen. Eén,
Het zou zeker in crisistijden niet goed zijn dat mensen burgers slachtoffers worden van het slordige begrotingsbeleid. Dat is een optiek die wij niet hanteren. Het is niet omdat politici en regeringen niet deftiger hun werk doen, dat mensen daarvan het slachtoffer mogen worden. Laat ons zorgen dat de saucissen hier worden gedraaid in het parlement en dat de mensen kunnen eten. Want het gaat over belangrijke zaken. Het gaat over uitkeringen die verhoogd moeten worden, investeringen in bijvoorbeeld veiligheidsdepartementen, ook mobiliteit enzovoort, volksgezondheid, budgetten voor vaccins. Tweede reden waarom wij meegegaan zijn in deze redenering is uit een respect voor u, mevrouw De Bleker. We weten allemaal dat het eigenlijk, laat onze kat een kat noemen, dit is eigenlijk uw begroting niet. Het is de begroting die in een nachtelijke onderhandeling tot stand gekomen is tussen die paars-groene partijen. Het is eigenlijk de begroting van meneer De Croo. Dat zal uw begroting worden. Op het moment dat de eerste begrotingscontrole zal zijn afgerond, ik kom er straks op terug. Maar vandaag is dat eigenlijk nog niet echt uw begroting. Het is trouwens al de tweede keer, gisteren maakte ik me dezelfde bedenking, vandaag opnieuw. De tweede keer dat ik bijzonder jammer vind dat de premier afwezig is bij dermate belangrijke debatten. Het is goed dat de premier kan steunen op sterke vrouwen in zijn regering. Maar het zou misschien democratisch en politiek wat netjes zijn of netter zijn als de premier hier ook zelf verantwoordelijkheid zou nemen voor zijn eigen cijfers en zijn eigen begroting. Maar telkens wanneer het moeilijk is, telkens wanneer er lastige debatten zijn, ja, dan blijkt de premier nergens te bespeuren hier in dit halfrond. We zien hem inderdaad voor de vragenronde donderdagmiddag. Maar wanneer het gaat over inhoudelijk in de diepte debatten, ja, dan betreur ik dat toch dat de premier hier telkens piepkenduik speelt. Dat was gisteren het geval en dat is eigenlijk vandaag ook opnieuw het geval. Maar dus drie redenen waarom wij toch meegaan. Eén, mensen mogen niet slachtoffer worden. Twee, een respect voor de staatssecretaris. Maar drie, ook omdat het belangrijk is dat beloftes worden gemaakt, dat die nagekomen worden, dat die overstap gemaakt wordt van een bric-à-brac begroting naar een begroting die wel wat deftiger is opgesteld. Dit moet minder de begroting De Croo worden en meer de begroting De Bleker. Want de staatssecretaris heeft al mooie beloftes gedaan in de commissie. De principes in uw beleidsnota rond meer transparantie, rond de degelijke begrotingsopstelling, rond monitoring, opvolging, controles van uitgaven om bij te sturen. Dat zijn mooie beloftes. Dat zijn mooie zaken die zijn aangemerkt en we willen u daar ook in steunen. En dus vandaar de derde reden dat wij akkoord zijn gegaan om dit debat toch vandaag te voeren. Want het is belangrijk dat ambitie wordt aangemoedigd. En dat goede voornemens extra in de kijker worden gezet en dus extra worden aangemoedigd. Want, laat ons opnieuw eerlijk zijn, mevrouw de staatssecretaris, u bent vandaag bezig met uw proefjes. Uw echte examen moet nog komen. Uw echte examen, uw echte vuurdoop, die zal volgen de komende maanden, wanneer wij het zullen hebben over de begrotingscontrole en de echt meer structurele aanpassing, wanneer het haastwerk van die nachtelijke onderhandeling hopelijk zal worden omgevormd en meer in lijn zal gebracht worden met de ambities die u geformuleerd heeft. Dat is de reden waarom we hier vandaag zitten. Nu wat meer in detail. U heeft een aantal beloftes gemaakt, voor uzelf een stuk huiswerk gedefinieerd. Ik heb ze samengevat onder een aantal hoofdstukken die ik graag even met u wil overlopen. Het eerste stuk huiswerk dat u zelf heeft gegeven, het is onmiddellijk het thema waar ik het meest in teleurgesteld ben, is transparantie. U zegt zelf, we willen meer transparantie geven met deze regering, u engageert zich daar ook toe. We hebben er over dinsdag een debat gehad en we hebben gezegd, kijk, dinsdag in commissie, het is goed. We gaan donderdag een debat voeren in plenaire op twee voorwaarden. Eén, onmiddellijk na de paasvakantie moet er een vragenronde komen met de staatssecretaris voor begroting, zodat we in de commissie verder diepgaand kunnen ingaan. Maar twee, er moet een deftiger terugkoppeling komen van de centen die uit de coronaprovisie al besteed zijn. En zeer expliciet is daar verwezen naar het feit, en dus ik heb de opsomming hier nogmaals mee van u, wat er met die vorige centen is gebeurd, er is een uitsplitsing tot op het niveau van de miljoenen. 1 miljoen voor dit, 2 miljoen voor dat. Maar dan opeens voor volksgezondheid is er een budget ingeschreven voor 321 miljoen in vastleggingskredieten, meer dan 500 miljoen in verheffingskredieten.
En daarvan hebben we expliciet gezegd, ja kijk, dat is onvoldoende aan detail. We willen weten waar die centen naartoe zijn gegaan. En wij willen dat weten voor de plenaire. Wij moeten die informatie hebben voor de plenaire. Die toezegging is gebeurd door de staatssecretaris. Wij hebben die informatie niet gekregen. Ik wil daarmee niet zeggen dat die verantwoordelijkheid bij u ligt. Het is perfect mogelijk dat die informatie wel bezorgd is aan de diensten van de Kamer. Ik kan alleen maar vaststellen dat ze niet bezorgd is aan ons. Ik heb hem alleszins niet gehad. Ik weet niet of er collega's zijn die dit detail wel hebben gekregen. Ik stel vast dat die belofte is gemaakt, maar dat informatie niet is ingelogd. Dus ik zie dat u, mevrouw de staatssecretaris, onmiddellijk contact opneemt, waarvoor bijzondere dank. Want ik wil die cijfers zien voor hierover finaal gestemd wordt. In de politiek is er niks belangrijker dan het gegeven woord. En zeker als er in commissie afspraken worden gemaakt, herenakkoorden en damesakkoorden worden gesloten, dat die woorden worden nagekomen. Want de algemene vaststelling dat we 500 miljoen besteed hebben aan, zoals dan genoemd werd, vaccins, spuiten en naalden, dat is onvoldoende. Dus het eerste huiswerk is een huiswerk waarvan wij dus verwachten dat vandaag het resultaat wordt opgeleverd. Geef ons die detail. Wij willen weten waar die centen naartoe zijn gegaan. Is maar een logische vraag die gesteld wordt. Dat is zo een van die vragen, mevrouw de Prater, waarvan het goed is om ze af en toe eens te herhalen. Dat krijg je wanneer er geen antwoord komt op uw vraag. Dan is de oppositie verplicht om vragen te herhalen. Tweede. Stuk huiswerk dat op uw plank ligt, is, en het zal u niet verbazen, want keer op keer kom ik erop terug en ik zal het ook keer op keer blijven doen. Ja, de truc met de provisies, is niet juist. De techniek van de provisies die misbruikt wordt, is eigenlijk niet netjes. Ik verwijs hier naar het Rekenhof. Kort citaat, het Rekenhof herinnert eraan dat het gebruik van interdepartementale en andere provisies verhindert een correct beeld te krijgen van de middelen waarin is voorzien om het beleid uit te voeren en doet derhalve afbreuk aan de transparantie van de begroting. Om het principe van de begrotingsspecialiteit te respecteren, beveelt het Rekenhof aan om gebruik te maken van de bestemming van de kredieten op precieze begrotingslijnen. U weet dat ook. U herkent dat ook, u heeft dat duidelijk ook al laten blijken in verschillende debatten, dat u daar eigenlijk ook niet zo content mee bent. U heeft er ook al uitspraken over gedaan, dat bij de begrotingscontrole, dat u daarmee zal stoppen. Op het moment dat ministers hun huiswerk hebben gedaan, dat die centen uit de provisie zullen worden gelegd en specifiek zullen bestemd worden waar dat is. We lezen dat ook opnieuw hier in de toelichting bij dit wetsontwerp, waar gezegd wordt, ja, kijk, die coronaprovisie willen we eigenlijk beperken, citaat, tot moeilijk op voorhand te voorspellen uitgaven of uitgaven waarvan het exact bedrag moeilijk op voorhand te bepalen is. De woorden zitten al juist. Nu nog de cijfers. Dus het voornemen is er al, nu nog de beleidsdaden. Het meest type voorbeeld dat we gezien hebben in de commissie vond ik persoonlijk de 6 miljoen voor de digitale kloof van mevrouw De Sutter. Waarvan u zei, ja kijk, dat moet nu absoluut gestemd worden. Maar u eigenlijk ook zei dat naar uw informatie mevrouw De Sutter eigenlijk ook nog niet helemaal precies wist hoe ze die 6 miljoen zal besteden. Dus we zijn hier via provisies eigenlijk op een oneigenlijke manier geld aan het geven aan een minister die een voornemen heeft, omdat in coronatijden de digitale kloof nog tastbaarder wordt. Maar eigenlijk weten we nog niet goed, of weet de regering nog niet goed, wat ze met die centen zal aanvangen. Het zou goed kunnen zijn dat mevrouw De Sutter dat wel weet, maar dat die informatie niet is doorgebriefd. Helaas kunnen we dat niet vaststellen, omdat hier allemaal snel moet gaan. Dus we kunnen niet gaan terugkoppelen in de commissie. Als er andere antwoorden op zijn, schiet niet op de pianist, schiet niet op de oppositie, schiet op uzelf. Want het is door u dat hier allemaal zo snel moet gaan. Wij hadden veel liever mevrouw De Sutter daarover ondervraagd om te kijken, van, ja, heeft u die plannen? U vraagt 6 miljoen, waarom, wat gaat u daarmee doen? Maar dus die techniek van de provisies zit niet juist in elkaar. Dus dat is het tweede huiswerk voor u. Mevrouw de staatssecretaris, tot nu kan u zich verschuilen achter de regering, achter de begroting, de kro. Vanaf het begrotingscontrole zal u dat niet meer kunnen doen. Dan wordt het de begroting, uw begroting. Derde huiswerk. Ik denk echt dat er heel wat, als je ziet wat hier gebeurt en blijft gebeuren, dat er echt nog heel wat werk om de plank ligt om juister te gaan boeken. Want er is eigenlijk zijn we opnieuw een fictie aan het creëren. Er wordt zoals sfeer opgehangen dat als we deze coronaprovisie stemmen, dat we eigenlijk wel safe zitten, dat we veilig zitten tot juni.
Dus dat we ons budgetair geen zorgen moeten maken, terwijl dat natuurlijk niet juist is. Laat ons ook daar toch eerlijk zijn met elkaar. Ja, er is het verhaal van deze coronaprovisie, maar er is natuurlijk het veel ruimere verhaal van de begroting. Een ganse reeks kosten die er aankomen en die niet zijn opgenomen. Die niet opgenomen zijn in de provisie, maar die ook nog niet opgenomen staan in de begroting en waarvoor ook geen marges zitten in de begroting om die te gaan betalen, want de marges zijn al allemaal uitgedeeld. De vrede moest worden afgekocht. Als wij dat punt maken, dan zegt u terecht. Vandaag spreken we in het parlement enkel over die provisie. Laat ons het debat dan ook focussen op de provisie. Het ruimere debat zullen we later hebben. Dat is waar, maar dat is natuurlijk ook maar een halve waarheid. En de andere helft van de waarheid is, net omdat de marges al zijn opgesoupeerd, net omdat provisies oneigenlijk worden gebruikt, komt u sneller in de problemen. Wanneer de zekere kost voor vaccins ingeschreven was op een specifieke lijn onder de FOD Volksgezondheid, dan zouden die kosten vandaag niet besteed moeten worden via, of niet gefinancierd moeten worden via de provisie. En dan konden die kosten in de provisie voor iets anders gebruikt worden vandaag. Maar dat kan niet. Waarom niet? Omdat die techniek gewoon verkeerd wordt gebruikt. Omdat kosten die zeker zijn niet op de correcte manier worden ingeboekt. Omdat deze begroting eigenlijk geen eerlijk beeld geeft van de realiteit. Ook al weet iedereen wel wat deze realiteit precies is. Een aantal voorbeelden. In de commissie ook aangehaald, vorige week gestemd in de commissie Financiën, trouwens deze middag ook in plenaire, een aantal extra fiscale steunmaatregelen die gefinancierd moeten worden van meneer Van Petegem. U zegt, ja, die moeten niet via de coronaprevisie betaald worden. Dat is juist, dat is via de algemene begroting. Maar aangezien dat er geen reserves zijn, komen we ook daar in de problemen. 114 miljoen euro, die eigenlijk nog niet helemaal zeker is hoe dat precies geboekt zal worden. Twee, extra steun voor de horeca. Gisteren nogmaals de vraag gesteld aan de minister van Financiën. Waar blijft dat pakket in godsnaam? Waar blijft dat pakket in godsnaam? We weten allemaal dat de horecasector hopelijk sneller dan later open zal gaan. En we weten ook allemaal dat ze daarvoor extra steunmaatregelen nodig zullen hebben. We kunnen die maatregelen overal lezen, staan in alle gazetten. Er zal iets gedaan worden rond de RSZ. De 6% BTW komt er terug aan, ook al wilde de regering hem uiteindelijk niet. De oppositie heeft blijkbaar de regering toch opnieuw overtuigd dat die verlaging van de BTW naar 6% dat toch een goed idee is. Dus ik ben content dat dat aangekondigd wordt. Alleen wordt aangekondigd in de kranten. Maar niet hier in het parlement. Dus wij weten dat die kosten eraan komen. We weten dat gewoon allemaal. Alsjeblieft, wees daar dan ook transparanter over en erken ook dat die kosten er zijn en dat we daar dus in de problemen komen, precies omdat de provisies misbruikt zijn. Dat zou eerlijker zijn. Maar twee, het zou ook correcter zijn richting de horecaondernemers. Hoe sneller die maatregelen worden genomen, hoe sneller zij zich ook correct kunnen voorbereiden. Zij zullen bijvoorbeeld hun kassasystemen moeten omvormen. Waarom moeten ze dat doen op 2 dagen als ze daar ruim de tijd voor zouden kunnen nemen wanneer het begrotingsrecht, het begrotingswerk deftiger zou gebeuren? Derde voorbeeld. Benoit, het is moment, meneer Pierre Buff, het is moment om even de oren te sluiten. Het dubbeloverbruggingsrecht. Het dubbeloverbruggingsrecht. Wat hebben we daar gezien? Een regering die absoluut het beeld wilde vormen dat alles toeging. En onderwijs moest toe en dus moest ook de economie toe. En we gingen werken met reservatiesystemen die de facto eigenlijk voor veel ondernemingen betekent dat er een de facto sluiting is. Maar, zei de minister van Economie, meneer Klarenval, persbericht onmiddellijk na de beslissing. Wij zullen onze ondernemers steunen. Zij krijgen dubbel overbruggingsrecht. Dus ze krijgen extra steun, want we weten dat wat we in hun nek schuiven, dat dat eigenlijk onredelijk is. Er komt een dubbel overbruggingsrecht. Wat blijkt? Meneer Klarenval staat alleen. Meneer De Croo wil dat niet geven. Meneer De Croo wil geen dubbel overbruggingsrecht geven. Ook de PS wil geen dubbel overbruggingsrecht geven aan onze ondernemers. De SPA weigert ook om dat te doen. Groen en Ecolo zeggen niet. Geen dubbel overbruggingsrecht voor onze ondernemers. Er is maar één minister die zegt, ja, ik zou dat eigenlijk toch wel echt willen doen. Dat is meneer Klarenval. Meneer Klarenval wilde, maar hij krijgt geen gelijk. En waarom krijgt hij geen gelijk? Ja, het geeft sterk de indruk dat de Vivaldisten gewoon de voorzitter van de NMR een peer willen stoven. Hè?
een pure politieke beslissing. Georges-Louis Boucher is een beetje te mondig geweest in de media. En dus zegt, dat zegt Vivaldi, hier zij. Op uw vingers gaan wij tikken, de MR krijgt geen gelijk. En hoe gaan we de MR straffen? We gaan meneer Claraval, die iets gecommuniceerd heeft, die gaan we niet geven wat hij gevraagd heeft. En wie is daarvan de slachtoffer? Wie is daarvan de slachtoffer? Al die ondernemers die nu met reserveringslijsten moeten werken, zijn ervan de slachtoffers. Omdat de PS, de SPA, Groen, Ecolo, Open VLD een lesje willen leren aan de MR. En zij dus zeggen, we gaan geen dubbel overbruggingsrecht toekennen. Monsieur Piedbeuf. Oui, merci madame la présidente. Mais je l'avais dit hier en boutade, finalement le MR n'est pas 14 au Parlement, il est 15. Parce qu'un des sujets, c'est chaque fois Georges-Louis Boucher. Donc je propose qu'on lui donne le droit de vote. Par contre, s'il n'existait pas, ben, il faudrait l'inventer, parce que sinon mes collègues n'auraient pas grand-chose à dire, puisqu'il vient chaque fois sur le tapis. S'agissant du double droit passerelle, les choses sont assez claires. Il y a un problème de sémantique. Quand le comité de concertation a eu fini ses travaux, on a dit « les commerces seront fermés, mais ils pourront fonctionner sur rendez-vous ». Quand on dit qu'un commerce est fermé et qu'il peut fonctionner sur rendez-vous, la loi est claire. Un commerce fermé a droit au double droit passerelle. Mais l'arrêté qui a été établi dit que les commerces sont ouverts, mais ne peuvent fonctionner que sur rendez-vous. À ce moment-là, ce n'est plus la loi qui s'applique, puisque les commerces ne sont pas fermés. Et donc, les commerçants concernés peuvent bénéficier du simple droit passerelle si leur chiffre d'affaires a baissé de 40%. Par contre, si, étant ouverts sur rendez-vous, leur commerce ne fonctionne pas, ils peuvent opter, et ça c'est quand même une évolution due à mon ami David Clarinval et à la discussion qui s'est passée au niveau du gouvernement, ils peuvent, ces commerces en difficulté et qui ne fonctionnent pas sur rendez-vous, décider de fermer et à ce moment-là ils bénéficieront du droit passerelle, du double droit passerelle, puisqu'ils sont fermés. Donc, les choses sont claires. Évidemment, on fait toujours du bruit avec tout dans notre pays et on essaye toujours de coincer un ministre par rapport à ses déclarations. Mais ce n'est pas compliqué. Si le commerce est ouvert, simple droit passerelle. S'il est fermé, double droit passerelle. S'il est ouvert avec réservation et que ça ne fonctionne pas, il ferme, il a le double droit passerelle. Voilà. C'est une application très simple des principes qui ont été élaborés. Alors, c'est évident qu'il y a eu des discussions et qui sont des discussions aussi budgétaires. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vous ai dit ce que je pensais du fait que pour moi, un restaurateur, un cafetier, qu'il soit flamand, bruxellois ou francophone, devrait être traité de la même façon. Mais ça, c'est ma vision des choses. Je sais que vous ne la partagez pas. C'est l'arrogance des riches, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Merci, monsieur Piedbeuf. Meneer Loons. Dank u wel, en dank u wel voor uw antwoord, meneer Piedbeuf. Maar ik wil zeer duidelijk zijn, de fout zit niet bij meneer Clarinval. Hè. De fout zit niet bij meneer Clarinval. Wat meneer Clarinval heeft gedaan, is opkomen voor zijn sector. Opkomen voor de KMO's. Hij zegt van kijk, wat hier beslist wordt is eigenlijk niet goed. Het is gewoon een gigantische extra last op al die ondernemers. De regering zegt dat ze de ondernemers die het last hebben zullen steunen. En wel, laat ons dat ook doen. Er moet dubbel overbruggingsrecht komen. Dat is wat meneer Clarinval heeft gezegd. De fout zit niet bij hem. Hij vecht voor zijn sector. Waar zit de fout wel? Ja, bij de kern van deze regering. De vicepremiers. Die dan beslist hebben, we gaan dat toch niet doen. Dus als er binnen een MR dan toch iemand met stemrecht verantwoordelijkheid moet nemen, dan is de, meneer Piedbeuf, dan is mevrouw Wilmes. Mevrouw Wilmes, die in de kern zat van de regering en die er dan misschien geen breekpunt van gemaakt heeft, maar dan nog denk ik dat de hoofdverantwoordelijkheid niet binnen een MR zit hoor. De hoofdverantwoordelijkheid zit bij meneer De Croo en meneer Van Quickenborne, die in de kern hebben gezegd, nee, we gaan er geen geld voor vrijmaken. Bij meneer Dermagne, vicepremier van de PS, die gezegd heeft, nee, we gaan geen dubbel overbruggingsrecht geven aan die ondernemers. Maar evengoed bij de vicepremiers van Ecolo, van Groen, van SPA, van de CD&V, meneer Van Petegem ook, die gezegd hebben, nee, geen dubbel overbruggingsrecht voor de KMO's. Dus het siert meneer Clarinval dat hij vecht voor zijn sector. Het siert hem echt. Ja, het spreekt niet voor de kern van deze regering, voor de vicepremiers.
dat ze beslist hebben om dat niet toe te kennen. Volgend punt. Het relanceplan dat gefinancierd moet worden met de Europese middelen. U zal mij moeten vergeven dat ik in mijn betoog wat uitgebreider ben vanochtend. Dat krijg je natuurlijk met het feit dat er alleen maar een mondeling verslag is en geen schriftelijk verslag. Als er een schriftelijk verslag was, was ik in de mogelijkheid geweest om een aantal argumenten enkel in commissies te maken. Nu worden wij de facto verplicht om die ook hier in plenaire te verwoorden. Het relanceplan. Wat is daar aan de hand? België krijgt uit het Europese potje aan giften 5,9 miljard euro, Europese coronageld. Daarvan heeft federaal zo'n 1,2 miljard afgeroomd. Daar moet nu beslist worden hoe dat gefinancierd zal worden. Er zijn lijstjes gemaakt met projecten, maar er zijn te veel projecten. En dus de federale regering krijgt dat niet allemaal gefinancierd, dus ze moet gaan schrappen. Dat zou de logica zelf zijn. Alleen is Vivaldi natuurlijk Vivaldi en blijkt geld aan de bomen te groeien. En zegt uw regering, ja, nee, we gaan dat niet schrappen. We gaan dat gewoon toch nog altijd doen. Die kosten, we gaan die investeringsprojecten gewoon allemaal blijven uitvoeren. En we zullen daar wel op een of andere manier geld voor vinden. Opnieuw, ja, in een normale discussie zou dat misschien wel kunnen als er reserves in een begroting zitten, als er marges zijn ingecalculeerd. Maar die is er niet. Want ze is al allemaal opgesoupeerd, omdat u de vrede hebt af moeten kopen tussen de paars-groene partijen. En dus ook opnieuw zitten we in een debat over een coronaprovisie dat eigenlijk zeer nauw gelinkt is aan een algemeen begrotingsdebat. We hebben de vraag daar ook gesteld. We zullen ze blijven herhalen, want in detail is het nog niet uitgezuiverd. Maar waar zullen die centen vandaan komen? Het gaat specifiek over een 130% van projecten dat teruggebracht moet worden naar 100%. Dus als je dat afzet op de 1,2 miljard, ja, dan moet daar ergens opnieuw zo'n 400 miljoen gevonden worden. Ja, waar zit ze? Waar zit die 400 miljoen euro om de paars-groene investeringen te doen? Het zou toch goed zijn als daarover wat meer transparantie wordt gegeven. Er komen ongetwijfeld nog kosten aan. Gelet op het sociale overleg dat momenteel aan het lopen is. De regering doet haar best om dat toch maar te duwen naar de sociale partners, om te proberen zo weinig als mogelijk eigen vingerafdrukken erop te hebben. Maar het zal mij zeer benieuwen om te zien hoeveel olie, hoeveel smeer er gevonden zal worden in de begroting om daar toch een of ander akkoord af te kopen. Bij deze een oproep om waakzaam te zijn, mevrouw de staatssecretaris van Begroting. U heeft herhaaldelijk aangekondigd dat u streng toezicht, gisteren nog of eergisteren op de Franstalige Radio, dat was trouwens een mooie interview, waarin u ook benadrukt heeft dat u streng bent en dat zaken gefinancierd worden wanneer ze nuttig zijn en nodig zijn, dat dan natuurlijk geld wordt vrijgemaakt, maar dat u wel streng bent, dat correct moet gebeuren. Ja, ik denk dat er hier een werf open ligt om zeer aandachtzaam te zijn. En dan een laatste punt. Ja, die vaccins. Wanneer komt er eindelijk een specifieke budgetlijn voor die vaccins? Ik ga ervan uit dat intussen de instructie is gegeven om duidelijk te maken hoe die financiering nu precies is gebeurd. Dat de informatie daar natuurlijk, dat de privé-informatie daar wordt uitgefilterd. We zouden niet willen dat u daarmee in de problemen komt. Maar dus dat die informatie wel wordt bezorgd. Opnieuw heel wat aandachtspunten dus, die vandaag nog het probleem de kroon zijn, maar de komende weken, de maanden, vrees ik misschien wel het probleem de bleker zouden kunnen worden. Huiswerk op de plank. Volgende huiswerkje kan ik zeer kort zijn, want ik heb het al een aantal keer gezegd. Reserve, marge. Die is er niet. We beslissen hier om een paar honderden miljoenen, afhankelijk van hoe je het berekent, bij te pompen in de coronaprovisie. 30 miljoen daarvan is marge. Het is bijzonder beperkt in de grootheid der dingen. Is wat beeldvormend voor de rest van die begroting ook. Doordat die provisies niet juist wordt gebruikt, doordat er niet eerlijk wordt geboekt wat wel gekend is, is die mogelijkheid niet om reserves te hebben. Ik zou dit punt willen gebruiken, meer specifiek, om op te roepen tot wat meer eerlijkheid. Als je alles wat ik hiervoor genoemd heb samentelt en ook vaststelt dat er geen
reserves zijn, ja, we weten allemaal dat het moeilijk is om te budgetteren in een crisis. Wat onzeker is, kan je niet kennen. Dat verwijten wij u ook niet, hè, totaal niet. Hè. Wat onzeker is, dat kan je inderdaad niet kennen. Maar wat zeker is, dat weet u wel. Hè. En er zijn een aantal zekere kosten die er zeker aankomen. Alsjeblieft, boek die in. Ja, dat zal betekenen dat iedereen zal zien dat uw begroting nog meer in het rood gaat. Zwaar, is juist. Maar het is minstens eerlijker. Dan weten we tenminste waar we voor staan. Dan zien we tenminste de grootheid van de ganse oefening. In plaats van dat gewoon, ja, kicking the can down the road, dat blikje voor ons uit te schoppen. Ik zeg niet u, ik zeg ons, doelbewust, want het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om ervoor te zorgen dat die begroting op orde komt. Maar dus dat, alsjeblieft, boek in wat wel zeker is, op de juiste manier. Volgend puntje, de monitoring. Het is het laatste punt, hoor, dan kom ik aan de conclusie. De monitoring. Ik was zeer blij te vernemen dat de staatssecretaris in de commissie aankondigt dat zij niet alleen streng toeziet wanneer het geld moet worden toegekend, maar dat ook het engagement wordt opgenomen op controle van die middelen. Het is belangrijk wanneer centen worden toegekend, dan is dat ook nagezien wordt of die middelen correct worden gebruikt. En dus daar is een gans systeem van monitoring opgezet, zoals aangekondigd door mevrouw De Bleker. Wat een zeer, zeer goede zaak is. Ik wil dit punt gebruiken om één thema naar boven te trekken. En dat is het dossier over de hulpkaswerkloosheid. Een punt dat wij ook gemaakt hebben in commissie, trouwens in verschillende commissies gemaakt hebben. Maar opnieuw gelet op het mondeling verslag, zie ik mij genoodzaakt om het hier in plenaire ook nog eens te gaan herhalen. Wat stellen we vast al maanden op het terrein? En ik zou denken dat de socialistische parlementsleden zeker zou interesseren. Dat er gigantische wachtrijen zijn voor mensen die een werkloos en tijdelijke werkloosheidsuitkering moeten krijgen. Niet via de vakbond, maar via de hulpkas. Dus mensen die eigenlijk recht hebben op een uitkering, ja, dat blijft maar stokken. Dus daar blijven maar problemen zijn. Nu duikt hier op in deze begrotingsaanpassing, coronaprovisie, 4,7 miljoen euro. Onder andere wordt daarbij gezet om extra personeel aan te werven voor die hulpkas. Ik wil hier benadrukken en aankondigen dat dit een thema is waarop onze monitoring zeer, zeer nauw zal zijn. Zeer nauw zal zijn. Want deze regering geeft echt de indruk een vakbondsregering te zijn. Hè. Dat krijg je natuurlijk wanneer een voorzitter van de grootste socialistische partij, steunpilaar van deze paars-groene regering, zegt dat hij voor 200% achter de vakbonden staat. Ja, dan creëer je zelf de sfeer dat deze regering een vakbondsregering is. Als je dan nog eens vaststelt dat mensen die doelbewust niet naar de vakbond gaan, maar eigenlijk via de hulpkas hun werkloosheidsuitkering uitbetaald willen zien, dat net die mensen gecoeioneerd zijn, ja, dan versterkt dat het beeld dat deze regering een vakbondsregering is. En dus wij zullen er zeer nauw op toezien dat de monitoring op dit punt gebeurt en dat die achterstand wordt weggewerkt en dat dus mensen die recht hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering, dat ze die eindelijk ook en vlot krijgen en dat ze daarvoor niet gedwongen worden om de facto aan te sluiten bij de vakbond. Dus misschien, dat is misschien het verborgen plannetje, hè, van deze regering. We zorgen dat de hulpkas slecht functioneert, zodat mensen wel verplicht worden om zich te engageren bij de vakbond. Wel, dat is niet netjes als dat de bedoeling zou zijn. Ik mag hopen dat dat niet het geval is. In elk geval, de staatssecretaris kondigt monitoring aan. Het zal mij zeer interesseren om op dit punt die monitoring van nabij te volgen. Conclusie. Het is niet makkelijk om te budgetteren in crisistijden. Dat weten wij allemaal. Dat weten wij allemaal. Maar dat ontslaat deze regering niet van de verantwoordelijkheid om de dingen die u wel weet op een correcte manier in te boeken. Dat ontslaat u niet van de verantwoordelijkheid om precies te gaan budgetteren. En ik hoop oprecht dat in uw antwoorden, maar ook in de tussenkomsten van de meerderheid, dat wij niet opnieuw hetzelfde riddeltje gaan krijgen. Het riddeltje van het is hier toch allemaal zo moeilijk, want het is corona, het is onvoorspelbaar en we weten het niet. Dus we zijn gedwongen om ook par ka en dag na dag te gaan zien hoe het gaan budgetteren enzovoort. Om weer de corona-paraplu open te trekken en te doen alsof het water daar helemaal kan van afglijden. Dat is niet de samenvatting van mijn tussenkomst. De samenvatting van mijn tussenkomst is wel
dat er zelfs in crisistijden dingen zeker zijn en dat het dus logisch is dat u dingen die zeker zijn op een correcte manier verwerkt in uw begroting en dat gebeurt vandaag niet. En dus als de regeringspartijen op één punt zouden willen repliceren, dan hoop ik oprecht dat het op dat punt is. Een uitleg waarom u dat niet doet. En dat kan een eerlijke uitleg zijn, hè? En de eerlijke uitleg is wellicht ja, omdat het een politiek compromis is. Maar erken dat dan ook gewoon, hè? En daarnaast hoop ik ook dat namens de regeringspartijen ook zullen inhouden een steun voor de voornemens van de staatssecretaris om ervoor te zorgen dat binnenkort wij een gans andere begroting zullen zien. Dat binnenkort, wanneer de begrotingscontrole is afgerond, dat wij komaf maken met dit kladwerk, de begroting De Croo. En dat wij eindelijk een deftige begroting zien. En wat ons betreft kan dat dan perfect de begroting De Bleker zijn. Zolang dat je maar transparant is, duidelijker, zekerder is en meer de begrotingsprincipes respecteert. Dank je wel. Dank u, meneer Loons.